De Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh reageert in een boek op de wijze waarop hij door een deel van de Surinaamse overheid is behandeld. Terra Invest Suriname ziet af van aanvragen van domeingronden ten behoeve van Mennonieten. En de verkiezingswebsite online en naar meldingen direct weer uit de lucht. Goeiedag, dit is RegioNieuws TV Suriname van 24 januari 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh reageert in een boek op de wijze waarop hij door een deel van de Surinaamse overheid is behandeld. In Nederland en in Suriname wordt het beeld geschetst dat Suriname de rode loper uitrolt voor buitenlandse investeerders. De realiteit is anders, vertelt Van den Bergh in zijn boek. Corruptie op het hoogste niveau en zaken doen in Suriname. Daaruit blijkt dat het succes van zaken doen in Suriname niet alleen sterk afhangt van de persoonlijke netwerken, maar ook van politieke beschermheren. Van den Bergh ontdekte dat wet en regelgeving in Suriname ondergeschikt zijn aan de persoonlijke grillen van politici en dat de hoogste man in het land niet in staat is om ambtenaren en kapitaalkrachtige figuren te dwingen zich aan wetten en regels te houden, zelfs wanneer die daarmee het nationaal belang schaden. De ondernemer zal hier binnenkort uitgebreid over praten bij Nederlandse omroepen. Zijn boek is overal in Nederland te koop. In Suriname is het beschikbaar gesteld aan een aantal personen en instanties en volgens paginagrote advertenties ligt het nu ook bij de Surinaamse boekwinkels. Bronnen die op de hoogte zijn van de strijd van de ondernemer Van den Bergh om levensmiddelen in Suriname goedkoper te maken, zeggen dat financiële instellingen nog steeds belangstelling hebben om in zijn plannen te investeren. Het enige wat een doorstart echter in de weg staat, is dat één of meer partijen dwars liggen. Terra Invest Suriname en Guyana NV zien af van aanvragen om domeingronden ten behoeve van Mennonieten. Dat is omdat de binnenlandbewoners in opstand dreigden te komen als de toewijzing doorging. Ruud Souverein van Terra Invest bevestigde gisteren bij de STVS dat de 3 aanvragen zijn ingetrokken. Souverein is de tussenpersoon die namens de Mennonieten alles coördineert wat te maken heeft met hun komst naar het land. Dus ook de aanvragen worden gronden waar ze zich zouden kunnen vestigen. Vanwege de situatie die nu is ontstaan, zullen de Mennonieten zich beraden of ze nog wel naar Suriname willen komen. Minister Vorswijk van Grondbeleid houdt stug vol dat zij nog nooit grondaanvragen van of voor Mennonieten heeft gezien. Ze had nooit directe aanvragen gezien, noch aanvragen van derden die herleid zouden kunnen worden naar de Mennonieten, beweerde zij. En bovendien zouden aanvragen voor meer dan 500 hectare domeingrond alleen door de voltallige ministerraad kunnen worden goedgekeurd. Vorswijk zei hierover dat de ministerraad slechts 1 aanvraag voor meer dan 500 hectare heeft behandeld en die was voor de aanleg van een diepzeehaven. Souverein bevestigde echter bij STVS dat zijn aanvragen die bij minister Vorswijk liggen wel degelijk gedaan waren namens de Mennonieten. En hoewel minister Vorswijk volhoudt dat ze van niets afweet van de grondaanvragen door de Mennonieten, is Souverein in het bezit van de beleidsverklaringen afgegeven door haar ministerie. De beleidsverklaring houdt in dat minister Vorswijk namens de staat Suriname akkoord ging met de uitgifte van gronden aan Terra Invest. De beleidsverklaringen zijn door minister Vorswijk zelf ondertekend. Maar hoewel Terra Invest volgens berichten in de buitenlandse media gesprekken had gevoerd met de regering over de plannen van de Mennonieten en zijn aandeel daarin, zei Vorswijk dat ze geen idee had wat de aanvragers, Terra Invest dus, met de grond van plan waren. En vicepresident Brunswijk steunt haar daarin. In de aanvragen komt het woord Mennonieten niet voor, dus is de grond niet toegekend aan de Mennonieten, zegt hij. Opvallend in deze affaire is dat de hoofdrolspelers of elkaar tegenspreken, dan wel botweg ontkennen betrokken te zijn bij of iets zouden afweten van de aanvragen voor de toewijzing van duizenden hectare oerbos ten behoeve van de Mennonieten. Zowel binnen Suriname als in het buitenland is grote ophef ontstaan over deze affaire. Deze week ging de verkiezingswebsite online. Kiezers konden op de website hun gegevens controleren, maar vandaag is de site al 2 dagen uit de lucht. Handige ICT'ers ontdekten namelijk dat het wel heel simpel was om allerlei persoonsgegevens van de website te halen. Gegevens van anderen wel te verstaan. De redactie van Keynews legde de website onder de loep. En daarbij bleek dat de site hartstikke onveilig is. Want het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen, haalde de website snel weer uit de lucht nadat Keynews onthulde dat het voor kwaadwillenden wel heel eenvoudig was om allerlei persoonlijke gegevens van de mensen te onderscheppen. Op de website konden kiezers inloggen met hun familienaam of een ID-nummer, dan wel geboortedatum. Een ICT-specialist vertelde aan de nieuwssite dat verkiezingen.sr geen SSL-beveiliging heeft. En dat is een beveiligingslaag die zorgt dat alle data op de website beveiligd zijn. De SSL-beveiliging versleutelt de communicatie tussen de zender en de ontvanger van de website. Binnenlandse Zaken haalde de website meteen uit de lucht nadat ze door Keynews werd benaderd voor uitleg. De uitleg kwam niet, de website verdween wel. En tot zover RegioNieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuwsmelden kan aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.